ben hier in een regenachtig Washington, Washington DC. Ik ben op een werkbezoek van 2 dagen. Samen met Dick Schoof, tegengevende IVD. We hebben gesproken over de samenwerking in de strijd tegen terrorisme en economische spionage. Ik ga ook naar een denktank, de Carnegie Stichting, om te praten over nepnieuws en desinformatie. Ook samen met technologiebedrijven. Kijken wat we kunnen leren van de Amerikaanse aanpak. Hoe we hier kunnen samenwerken tegen het bestrijden van desinformatie. Het gaat uiteindelijk over het beschermen van onze democratie. Over het waarborgen van eerlijke en vrije verkiezingen. Ontzettend belangrijk, juist in dit verkiezingsjaar.